was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Want Groot-Rusland, dat is waar hij naar terug wil. En zijn antwoord was: dat is Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. Meneer Zijlstra, waarom treedt u nou terug? Omdat er te veel twijfel is over of ik op geloofwaardige wijze mijn ambt als minister van Buitenlandse Zaken kan vervullen. En daar moet geen twijfel over zijn. Die twijfel is er wel. En dan moet je daar de consequentie uit trekken. Is dat uw eigen besluit? Dat is mijn eigen besluit, ja. Bent u onder druk gezet? Nee. Ik heb dit soort besluiten in het verleden in een andere rol ook wel eens mede moeten nemen. Ik weet hoe het werkt en ik weet wanneer het moment daar is. En dat is heel pijnlijk, maar dat is hoe de politiek soms werkt. Wat was het moment dat u besloot om af te treden? Eerlijk gezegd vanochtend. Je kijkt naar hoe de situatie ervoor staat. Daar kan je van alles van vinden. Je kan vinden dat dat een goede weergave is of niet. Maar het is de situatie zoals die voorstaat. Ik ben van mening dat er te veel twijfel is over ook de inhoud van het verhaal wat ik verteld heb. Ik blijf daar volledig achter staan. Ik heb daar zelf geen enkele twijfel over. Ik hoop dat dat ook de komende tijd nog zal blijken. Maar er mag voor de minister van Buitenlandse Zaken, zeker eentje die ook nog op bezoek gaat naar bijvoorbeeld Rusland, geen twijfel over zijn integriteit zijn. Die is er nu wel en dan moet je opstappen.